Hallo, dit zijn de kaartjes voor de maagd voor augustus. Ik ga werken met de Power Tarot kaartjes en met de Angel Prayer kaartjes van Carl Gray. Okay. Eerst voor jullie ligt er al de tarot, dus dan ga ik even kijken. De kaartjes liggen er. Ik ga even kijken welke kaartjes jullie hebben. Oké, de Queen of Gabriel, Passionate, Charming, Brilliant, Independent. Het kaartje van jullie kunnen alles doen wat je nou op dit moment zou willen. Ga doen wat je zou willen, waar ligt je passie? En als je hulp nodig hebt, nou dan... Ja, dan komt dat ook zo naar je toe. Dus wat je nodig nog hebt, trek dat gewoon aan. Oké. Hè, maar ze weet wat ze wil. Oké. Oké, dan komt het nog een keer gaan bij jou. Dus het is voor Gabriel. Oké. Time for celebration. Abundant work. Rewards, hard work, release yourself from burning situations. Dus ja, dit is eigenlijk ook een feestje, hè? Romance kaartje ook. Mooi. Liefde, werk. Het wordt een heel mooie maand wordt het voor jullie, augustus, maagden. Oh, en dan nog de Empress, de grote Arcana kaart. Dat is ook weer met aartsengel Gabriel. Mooi. Ik zal straks nog even een verhaaltje vertellen over Gabriel. Time to act upon your plans. Creativity is rewarded. Luxe of overvloedige dingen komen allemaal bij je. Oké, maar zij is meer van, ja, wat hier ook al kwam met de Queen. Hè? Ik weet wat ik wil en ik weet waar ik nodig heb en alles is goed. Ik heb leuke dingen, ik heb misschien een feestje of met de relatie gaat het goed. En misschien zijn er nog creatieve dingen die ik nog even aandacht kan geven. Oké. En daar is die Queen ook van, hè, die sensitief. Vertrouw op je intuïtie. Thank you, angels. Today I choose to trust my intuition and your guidance. Maak je hoofd leeg, hè? Met meditatie, bij wijze van spreken. Oké, dit is het kaartje van. Misschien is het goed om nog eens ergens in te verdiepen. Maar de engelen zeggen ook, iedere dag is weer een dag om te leren. Hè? Dus het leren ook weer van andere mensen, leer je weer dingen. Dus je neemt ook dingen over van een ander. Oké. Vertrouw op je gevoel, hè? Vertrouw op je intuïtie en vertrouw op je gevoel. Zorg dat je hart in balans komt, hè? Helemaal. Nou, doordat die liefde ook goed gaat, maar ook dat jij weet wat je wil en waar je naartoe wil, zeg maar, komt dat hart ook in balans. Maaggevoeligheid laat die bij je toe. Hè? Dus connect met de volle maan, bij wijze van spreken. Dit is Haniel, dat is de engel van de maan ook. Hè? Thank you Haniel for supporting me as I honor my emotions. Dus, ja, laat de gevoeligheid in je toe. Hè? Als er dingen zijn, geef het een cijfer hoe het voelt.
En als je er al jaren mee loopt, dan laat je die emoties gewoon los, hè? Maar als je nog ergens doorheen moet, als je nog iets moet leren om dingen los te laten, bij wijze van spreken, kan ik je daarbij helpen. Maar, ja, deze hoort eigenlijk ook wel bij het tweede kaartje voor jullie. Live your joy. Dus ga lekker dansen. Wees energiek. Volg je passie. Ik ga lekker doen wat me veel vreugde schenkt. En er komen mooie mensen op mijn pad. En ik ga feestje vieren. Misschien ook weer dingen leren van anderen. En verder luister ik naar mijn eigen gevoel en mijn eigen intuïtie. Nou, erg mooi. Lieve Maarten, als ik jullie dus zelf kan helpen voor een persoonlijke reading of healing, dan kunnen jullie mij bereiken. En anders wens ik jullie een hele mooie maand toe, vol liefde en licht. En zie ik jullie graag weer volgende maand. Dag!